Auw. Zo, wie heeft hier een blik mooie meisjes opengetrokken? Oh. Erik, luie poepzak. Waarom ben je niet aan het werk op mijn haven? Wat? Ik heb door jouw schuld een hersenschudding. Oh, ja, tuurlijk. En ik ben de paus. Nee, serieus. Gisteren waren wij met je vieren veel te hard en al veel te lang aan het werk. En toen kom jij daar aangelopen. What's up, my boysky boys? Ik hoorde van het management dat jullie ontevreden waren. Dus daarom heb ik iets bedacht. Disco danspauze. We willen gewoon betaald krijgen. Dat is al. Wie niet danst, die wordt ontslagen. Dans, Erik. Dans. Oké, nou, hartpartij. Ik heb het stuk gemist dat dit mijn schuld is. Nou, weet je wat? Ik sleep je voor de kinderrechter. Kinderrechter? Maar jullie zijn toch helemaal geen kinderen? Nee, maar hij wel. Goe, goe, gaga. Bij deze open ik de rechtszaak. Erik is erbij via Zoom, omdat hij zijn bed niet uit kan. Oké. Om vast te stellen of Erik echt een hersenschudding heeft, gaan we de symptomen van een hersenschudding bekijken. Lady Gugu leest voor, Lady Gaga analyseert. Erge hoofdpijn. Oh, ik heb zo pijn aan mijn hoofd. Duizeligheid en misselijkheid. Alles strijd. Draag van begrip. Dat is duidelijk. Tevens heeft deze coole discoloopplank precies een deuk in de vorm van Eriks een saai gezicht. Augustinus de Heilige, schuldig. Zijn straf 20 zilver dukaten aan Erik betalen. Oké. Wat moet, dat moet. Hier zijn je 20 munten. 1, 2, 20! Hé, ik hoorde maar 3 munten vallen, hè? Nee, joh. Jij bent gewoon traag van begrip. Die andere 17 hoor je zo. Ja, bes. Gaan jullie mee naar de club? Ik heb 17 munten om te spenden. Yeah!